Wat mij betreft is Serre Chevalier echt een geweldig voorjaarsgebied. Tot laat in het skiseizoen kun je hier geweldig skiën. Het is nu half april en de condities zijn nog geweldig, zoals bijna elk jaar. Het is wel even rijden om in Serre Chevalier te komen. Van het Nederland is het snel zo'n 12 uur. En je moet de Col de Lautaret over. Dat is in het voorjaar zelden een probleem. En daar kan je meteen zien hoeveel sneeuw er hoger in het gebied ligt. Het grootste deel van de pistes liggen boven de 2000 meter. Dat betekent dat je hier heel sneeuwzeker zit tot het einde van het seizoen. Ook het feit dat het skigebied van Serre Chevalier uit verschillende kommen bestaat, maakt het ideaal om te skiën in het voorjaar. Want zo kan je heel erg met de oriëntatie spelen. Kan je 's ochtends in het oosten skiën en 's middags kan je op de Westhellingen skiën. Als je besluit om in het voorjaar naar Serre Chevalier toe te gaan, bedenk dan wel goed waar je heen gaat. De dalafdaling in Briançon die wil vaak half april al sluiten, terwijl de rest van de andere dalafdalingen open blijven tot eind april. Ondanks dat het feit dat een groot gedeelte van het skigebied hoog ligt, groeien hier veel bomen tot grote hoogte. Dat betekent dat je ook in het voorjaar, als je op hoogte skiet, tussen de bomen kan skiën als je een dag slecht weer hebt. Sommige mensen denken dat omdat we hier in de Zuidalpen zitten, de condities in het voorjaar niet goed zijn. Ik durf zelfs het tegenovergestelde te beweren. De lucht is hier droog, dat betekent dat de sneeuw lang goed blijft. Het is hier vaak mooi weer, dat betekent dat de sneeuw 's nachts opvriest en overdag dus erg goed is. Het is vaak zelfs zo dat als er een föhn waait in de Noordalpen, dat er hier weer eens verse sneeuw naar beneden komt. Ook hier ontkom je er natuurlijk niet aan dat laat in het voorjaar de pistes slushy worden. Als je dan liever iets anders doet, dan kan je genieten van de warme thermale baden in Monitier-le-Bain. Of je kan lekker een biertje pakken of door de oude stad heen slenteren van Briançon. En dat is echt een aanrader. Doe je liever wat actiefs, dan kan je natuurlijk ook wel de racefiets pakken of de mountainbike. En door de Zuidhellingen, waar vaak nog maar weinig sneeuw ligt, heerlijk omhoog fietsen.